januari 2020 heeft de Verhalen van Groningen aan Groningers gevraagd te stemmen op de meest aansprekende oorlogsfoto's in Groningen. En daar is een tentoonstelling uit voortgekomen. De Tweede Wereldoorlog in 50 foto's. En die tentoonstelling is nu te zien in de bibliotheek van Stadskanaal. En aan de hand daarvan heeft de bibliotheek een herdenkingsroute ontwikkeld langs allerlei oorlogsmonumenten in en om Stadskanaal. En die gaan wij ook even bekijken vandaag. Welke foto heeft eigenlijk de meeste stemmen gekregen? Dat is deze. Deze foto is gemaakt in de stad Groningen. En hier zie je een Duitse soldaat liggen, een gesneuvelde Duitse soldaat. En hier zie je Canadese bevrijders op een brommer in volle gang over de Herenbrug rijden. En het viel ons heel erg op dat dit nou de foto is met de meeste stemmen, want het is een hele harde foto. Want nou ja, je ziet duidelijk een lijk liggen. En daarmee zie je ook wel dat er een generatiekloof ontstaat. Hè? De generatie van nu kan makkelijker omgaan met harde beelden. En ook meer hardere oorlogsbeelden dan nou ja, een generatie geleden. Dus deze foto is door Groningers verkozen tot de meest indrukwekkende oorlogsfoto in de provincie Groningen. Okay. En dan wil ik je nog graag een foto laten zien en dan lopen we even die kant op. Dat is deze foto. Want deze foto van dit meisje, een gewond meisje in Ten Boer, die werd ingestuurd. En we vroegen ons eigenlijk af, wie is dit meisje? En dus hebben wij een oproep gedaan in de regionale media van, goh, wie kent dit meisje? Wie was dit? En een paar weken later kregen we inderdaad reactie van iemand uit Bedum, die herkende zijn schoonzus. En dit is Betsy Wieringa. En Betsy Wieringa woonde in Appingedam met haar familie, maar moest tijdens de bevrijding vluchten. Want er waren heel veel bombardementen. En zij is gewond geraakt door een granaatscherf. Mm-hmm. En zij is hier bij een EHBO-post in Ten Boer opgevangen. Maar haar broertje is helaas bij die bevrijding omgekomen. Mm-hmm. En ik wil graag een foto laten zien die ik zelf heel mooi vind. Ja. Deze foto deed mij persoonlijk heel veel. En, want je ziet hier Duitse soldaten in de batterie bij Termunten. En wat zij hier nou aan het doen zijn, is dat zij speelgoedpaardjes aan het knutselen zijn. Om voor de kerstdagen naar huis te sturen, naar hun families. En dit geeft ze eigenlijk een heel menselijk beeld weer van de vijand, van de Duitsers. Dat waren ook gewoon vaders en echtgenoten die hun families misten met kerst. En dat deed mij persoonlijk heel veel. En heb jij ook een foto dat je zegt, nou, dat vind ik heel indrukwekkend? Ja. We zijn natuurlijk een bibliotheek, dus dat de boeken worden ingeleverd, dat gaat ook allemaal door. Ja, ik kan je een foto laten zien. Ik ben benieuwd. Ja. Ik vind deze foto vind ik heel bijzonder. 1942, midden in de oorlog en de intocht van Sinterklaas. Ja. Ja, op het hoofdstation. En eigenlijk zie je alles op dit plaatje. De blijdschap van Sinterklaas, de kinderen vooraan kijken, helemaal vol verwachting van Sinterklaas. Ja. Oma's die ook leven met de kinderen. En dan zie je daar helemaal in de hoek zie je schuilkelder. Ja. Dat alles bij elkaar komt op dit, op dit plaatje. Ja. Dat gaf mij wel een heel mooi, ook een dubbel gevoel. Ja, ondanks de oorlog proberen mensen toch vast te houden aan dat wat normaal was. En nu hebben jullie naar aanleiding van deze tentoonstelling een wandelroute ontwikkeld, toch? Ja, klopt. Ja. Het is de wandelroute, monumentenroute, mm-hmm. Stadskanaal. Ja. En gaat langs enkele bijzondere punten van oorlogsmonumenten, de herdenkingen hier in en rondom het centrum van Stadskanaal. Ja. En bij elk monument hebben wij een QR-code, kun je ook wel zien op de flyer inderdaad. En bij elk monument is een filmpje ingesproken met meer informatie over het betreffende monument. Dus sta je echt letterlijk even stil bij het monument. Za vašu i našu volnost. Voor uw en onze vrijheid. Dat is Pools, want we staan hier bij het Poolse oorlogsmonument. Onderdeel op de herdenkingsroute Stadskanaal. Een wandelroute naar aanleiding van de tentoonstelling in de bibliotheek.
En Anastasia, wat heb je precies met dit monument? Het is een stuk erfenis wat we meedragen van mijn vader, Dominik Podgorski. En dat is een van de Poolse oudstrijders die deel uitmaakte van de 1e Poolse Panzerdivisie onder generaal Maciek. Die dus ook onder meer Stadskanaal heeft bevrijd. Ja, precies. En wat zien we hier nu? Dit is eigenlijk, dat kun je voorstellen, dat het is een monument gemaakt en ontworpen door Karin Hardonk. Je ziet hier eigenlijk grotendeels erin terug de divisie-embleem die ze op de linkermouw droegen. Okay. En dat is een huzarenvleugel. Vroeger in de cavalerie reden de Poolse huzaren dus te paard met een kap op, met veren van bijvoorbeeld adelaars of van ganzen. En dan ruiste dat. Ja. En dat maakte nogal onstuimige indruk. Die hebben ze overgenomen, maar je ziet er bijvoorbeeld ook de kromming in van de bevrijdingsroute. Okay. Dus vanuit Frankrijk, Chambois-Falaise, omhoog naar Axelhulsterneuzen, Breda en dan zo noordwaarts naar Emmen, ja. Stadskanaal, uiteindelijk Willemshaven. Dat is dus ook die kromming. En eigenlijk ook de metalen stukken refereren naar de rupsbanden van de Poolse panzertanks. Ja. Wat we hier zien is eigenlijk een twee vakjes. Mm-hmm. In het ene daar zit dus aarde uit de geboorteplaats Tjerzhets van generaal Maciek. In de andere zit aarde vanuit de erebegraafplaats, Poolse erebegraafplaats uit Breda. Waar hij dus begraven is, op uitdrukkelijk verzoek van hem, onder zijn eigen Poolse soldaten. Een prachtige eerbetoon aan de Poolse bevrijders. De volgende plek op de herdenkingsroute Stadskanaal is het Joodse oorlogsmonument. Ali, hoeveel namen zien we hier al niet? Hier staan 136 namen op dit monument. 136 namen van mannen, vrouwen en kinderen van de Joodse gemeente Stadskanaal. Ja, en wie heeft dit monument gerealiseerd? In 1985 stond er een bericht in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden dat twee mensen van de Joodse gemeente die verwonderden zich dat er nog nooit een monument was. Mm-hmm. En daar stond dus bij, ze wilden niet voor zichzelf verhalen. En toen hebben een aantal mensen het initiatief genomen om een comité Joodse oorlogsmonumenten op te richten. En zodoende is het monument hier gekomen. En we hebben bedrijven, instellingen, ook gemeenten hebben geld gestort op de rekening. En we konden al na een jaar een monument realiseren. Ja, zeker. En ik ben even benieuwd, wat staat daar boven in het Hebreeuws? Er staat in het Hebreeuws een tekst uit het Talmud. Wee om hen die verloren gingen en niet meer gevonden worden.